uit onze samenleving en onze gemeente in het zonnetje laten zetten, mogen zetten. En dat gebeurt voor een zestal mensen die hier in het midden van de zaal zitten. En ik ga... Meneer Tering, hoe verrassend was dit vandaag? Heel verrassend. Ik had helemaal geen idee van. Ik vond wel vreemd dat ik vandaag moest komen in verband met het festival. En ik had al een voorbereiding gedaan en ik denk, het zal toch niet dat ze de datums gaan veranderen of dat het niet doorging. Toen hadden ze het over het kinderplein waar ik mee bezig was. Ik denk, nee, hè, toch niet. Hè. Normaal heb ik altijd, ik zei vanmorgen tegen de burgervader, de touwtjes in handen en nu ja, aan de goden overgelaten. Maar heel mooi, heel verrast. Ik ben wel heel trots. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Omdat je het nooit had meegemaakt en ook niet verwacht had. En dan zie je je boezemvrienden uit Utrecht hier en de koorleden en de buren. Dus ja, het had wel impact. Het deed wel wat, met, eerlijk gezegd.